wij, dikke vandalen. Zonder en. Enkelvoud dus. We hadden nog wel geprobeerd om er meervoud van te maken. Maar die dikke mannen van de strunt, hij ging teer. Die moesten in kastel gaan spelen met de keu en de ballen. Nee, maar ik zei de enige echte dikke vandalen. Van de tweede plank uit de boekenkast. Zij vandaag speciaal uitgenodigd in Haaikeneuterslaan. Omdat er deze jaar in Haaikeneuterslaan verschillende nieuwe begrippen hun intrede hebben gedaan. Begrippen die nu voor iedereen meteen duidelijk zijn. Dikke vandalen geeft hierop antwoord. Laten we beginnen bij vanavond bijvoorbeeld. Tutteren. Tutteren, wat is dat nou? Ik zal het gauw uitleggen. Tutteren is het werkwoord afgeleid van het zelfstandig naamwoord tut. Als je dat woordje nou twee keer achter elkaar zegt, zo van tut, tut, dan wil dat zeggen stil maar. En dan is stutteren heel gemaakt. Maar er moet meer achter zitten, mensen. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn. Dus, dikke vandalen geeft het tweetje. Meestal staan er twee dingen achter in een uitleg, hè? Uitleg 2 van tutteren is zabberen. En dan denk ik dat we een heel stuk verder komen. Want waarom zouden er in heel Haaikeneuterslaan maar één manneke willen zaalen in deze goeitom en willen er nou in één keer 9 tutteren? Dat moet met de zabberen te maken hebben. Of zou het ermee te maken hebben dat we nou in één keer van een prins een prinses gehad hebben? Ja. Dit kan ook nog. Want stel uw eigen nou toch eens voor dat er zo'n oude prins te vragen van dikke, zul jij voor mij een kwartier... Ja, ze zeggen het al voor om mij willen tutteren. Of voor mij willen tutteren. Dan heb je een dikke zin. Maar als er nou zo'n schoon liefdalige prinses aan mij komt vragen van dikke, zou jij even mijn 5 minuten willen zabberen? En als het goed gaat, je mogen zo lang durft tutteren als je wil. Dan wil men wel. Zo zie je weer maar wat geslacht al niet teweeg kan brengen. Om over geslachte organen nog maar te zwijgen. Jij weet je toch ondertussen wel wat dat zijn, hè? Geslachte organen. Hartjes en niertjes en levertjes. En als je zo meer de pluimveesector in God dan krijg je ook nog aaierstokjes en zo. Maar daar gaan we vanavond verder niet over hebben, want dan heeft ons als tuttereers al een hele avond bezig gehouden. Die aaierstokjes daar bij Rijvers Tool Tree Equipment. Zo. Ik weer een pilsje verdiend, denk ik. Ja, dat is 2 pilsjes weg. Nee, maar het ging er eigenlijk over of dat er nou in zat of dat er niet. Prins of een prinses, dat een groot verschil uitmaakt. Nou, ik denk het wel. Want, als we nou eens terugkomen op vorig jaar, dan hadden we toch zonder prins, niet? Ik zou van die prins geen kaart weten. Maar ja, schijnt dat er dan toch ergens poep om de knikker gekomen is?
Dat is een uitdrukking, hè? Poep aan de knie, dat kennen we wel, hè? Zou je de uitleg weer van in een dikke, hè? En als je dat goed bekijkt, ja, ik denk in die Bernardenstraat dat je nogal eens gemakkelijk poep om de knieker hebt. Als je daar zat knieker hebt. Tenminste, als die kleine mannen van mij daar in de buurt zijn wist te spelen, die knikkers die stinken altijd een hoerendrollen. Volgens mij hebben ze daar in de spulwaaike veel meer mest overschot als dat wij als boeren in het buitengebied op het geheel hebben. Maar ja, we wijken weer af. Een prins of een prinses. Nou, ik zal het gauw uitleggen hoe dat er komt. Om een lang verhaal kort te houden, hè, want dat moet hij mee tutteren. Door de Wim Vigils al een paar jaar lid is, en dan bedoel ik met lid niet wormvormig aanhangsel, want ik heb het eerst gegeven. Maar dan bedoel ik betekenis 2, hij maakt deel uit van een groep. In dit geval de Raad van Elf. Ja, Wim is de vrije tijd in de Raad van Elf. En Rezi overdag in dienst van de Raad van 11 en 30. Tenminste, zij hoeven bijna een halve dag te typen over het weer. Ik ben heel die Raad in heel de week samen te vergaderen, hé. Ja, we wijken af, hè. Waarom nou een prinses in de plaats van een prins, hè? Nou, ik zal de lijn vooral het schaal kort houden. Door de Wim al even meedraaien en de Rezi er eigen ook regelmatig liet zien, was het eigenlijk meteen dikke mik. En met dikke mik, ja, dat is dan met twee betekenissen naar, bedoel ik niet meteen gezet kruis. Maar met dikke mik bedoel ik, het was meteen kids. En dat wil dan weer zeggen dat alles heel goed is. Of als je heel ziek zit en het is helemaal niet goed, dan is ook alles wel eens kids. Maar ja, dat heeft niks met prins of prinses te maken. Daarom de roze schouw kort houden. Het zit eigenlijk zo. Er waren eigenlijk best een paar kandidaten binnen die rol van Elf. We hebben ze net hier net van al zien staan. Voor vrijgezellige vrijgezellen. Maar die 25-plussers hadden één probleem. Ze zijn een beetje meskeschouwd. Dus het zou heel moeilijk zijn om de hofdametjes bij te strikken. En om er de groei bij te houden. Nou lost prinses Rezike in één keer op door een trio te vormen van één prinses met die twee vrijgezellen als hofheren. Maar als straks de vorst uit de grond is, dan zullen ze erachter komen wat het is om hofheer te zijn. De schub in de zaan, schub in de haan, dus ze zullen weten hoe groot dat een hof bij de familie Vigils is. Yeah. Maar ondertussen zit men het eten er alweer begaan, toch? Dus ik denk dat ik mijn eigen ga retireren in de retirade. Snap je dat niet? Nou, op zijn elkots is hij gewoon, ik trek mijn eigen terug in het toilet. Oh, 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 oh. Nou, we het ook een toilet hebben, hè. Daar heb ik nog wel over. Want de carnavalsclub die zat toch wel met een klein probleempje vanavond. Ze door beginnen intrede te vragen voor de slappe lul van ons. Maar ja, dan moest je toch wel onkosten gedekt worden hier en daar. Toen kwamen ze toch met het idee om met je schoteltje bij de wc te gaan zitten om kwartjes te vragen.
Ik zeg eigenlijk voor ons geen intrek durf te vragen, moeten we die bisbak zonder spulling toch ook geen kwaadje vragen.